Ik ben Jeroen Blankers, ben getrouwd met Brechtje Borrenbergs. Samen hebben wij de Borrenbergsgroep. De Borrenbergsgroep staat voor het leveren en aanbrengen van allerlei vloeren, raamdecoraties, binnenzonwering, wandafwerkingen en de presentatie daarvan. We hebben twee kinderen, een dochter van 16 en een zoon van 14. En samen met een team van bijna 50 medewerkers zijn wij super trots op ons bedrijf. Het bedrijf is gestart in 1937 door de opa en oma van mijn vrouw Brechtje. Daarna hebben we de ouders het overgenomen en wij hebben het inmiddels nu 8 jaar geleden overgenomen. Vroeger in 1937 was dit de soort V&D van Luiksgestel. Hier kon je potten, pannen kopen. Ze hebben me verteld dat hier een telefoon gestekkerd werd, dat hier een brandmeldpunt was. Opa was zelfs commandant van de brandweer. En van de een op de andere generatie is het bedrijf zeg maar veranderd van een dorpswinkel tot een bedrijf met bijna 50 werknemers. Nou, op het moment hebben wij de Borrenbergsgroep opgericht. Binnen de Borrenbergsgroep hebben wij 4 verschillende takken. Borrenbergs projectrichting voor de zakelijke markt. Dicht bij huis voor de particuliere tak. We hebben maple flooring, dat is vooral betonvloeren, voorbewerkingen voor de stoffeerbedrijven. En dan hebben wij aan de achterkant nog de vloerbewakers. Dat is ons onderhoudsbedrijf voor alle vloeren die verwerkt worden om die zelf te kunnen onderhouden. We hebben het bedrijf uiteindelijk opgeknipt en in de groep gezet omdat wij wel de groei door wilden zetten van het bedrijf. Maar niet zozeer verticaal, maar meer horizontaal om een verbreding te creëren voor onze klanten die al vertrouwen in ons hadden om daar meer voor te gaan doen. En toch het familiebedrijf, het familiegevoel bij ons te houden dat we niet te groot werden. Onze klanten proberen wij echt aan ons te binden, op basis van goed advies en vertrouwen. Een goede relatie, een langdurige relatie met klanten vinden wij gewoon sowieso belangrijk, is voor iedereen belangrijk. Je moet natuurlijk een stukje gunning hebben, wat ik al aangaf, een stuk vertrouwen. Maar wij doen bijvoorbeeld, wij gaan met klanten een keer naar het voetballen, wij doen een relatiedag organiseren, wij proberen als ik een klant van ons toevallig vader of moeder wordt, dan sturen wij een knuffelbeer op om te feliciteren. We proberen wel echt aan relatiebeheer te werken, veel dingen met ons mensen te doen. Ook veel contact met de relaties hebben wij om te sparren van hoe dat we het beter kunnen doen en vragen we gewoon aan onze klanten. Ja, ons bedrijf is dus gepositioneerd met wat u belangrijk vindt, vinden wij nog belangrijker. Het heeft te maken dat wij voor alle doelgroepen waar wij voor werken, van scholen, hospitality, de gezondheidszorg, dat iedereen heeft een eigen manier van benaderen. In de zorg moet je eigen aanpassen aan tijden. In de nacht moet jij een gang bij een OK vervangen. Bij gehandicaptencomplexen ga je pas om 9 uur starten, omdat die mensen eerst verzorgd moeten worden voordat ze naar de dagactiviteit gaan. Scholen maak je in de vakantie. De industrie doe je ook in vakantiesluitingen. En zo passen wij ons dus aan de klanten. Onder het mom van wat u belangrijk vindt, vinden wij nou belangrijker. Think global, act local is voor ons eigenlijk ook heel belangrijk. We hebben sowieso vanuit de eigen werknemers van de 48 werken, er 30 komen er uit Groot-Bereik. Dus de eigen mensen komen al uit de gemeenschap. Wij zijn, als wij dingen doen binnen bedrijven, binnen onze projecten, dan doen wij dat met onderaannemers uit Bergijk. De reclame, de marketing gaat vanuit Bergijk, daar hebben we uitbudsteed. Wat ook Think Global, Act Local is een stukje verduurzaamheid. Dus daar doen wij een bijdrage leveren aan het milieu door het afval te scheiden. Wij doen ook snijafval van vloerbedekking apart inzamelen. Die worden ter recycling aangeboden en die hebben een tweede leven, zeg maar. Binnen het vervoer proberen wij alles met Euro 6 motoren te doen. Dus ook zuinige auto's komen wij op te werk aan. En een heel belangrijk ding is dat wij ook mensen zelf opleiden om de werkgelegenheid binnen ons bedrijf te stimuleren. Waar ik het meeste trots op ben, is op ons team. Gewoon het bedrijf dat we met z'n allen, dat wij dit met z'n allen voor elkaar krijgen. En dat we nu al 82 jaar hier een topbedrijf met elkaar gemaakt hebben, zeg maar. En we hebben als Borrenbergsgroep bepaalde visie en strategie nu gehanteerd door de groep te creëren en het bedrijf beter te trekken. De grootste ambitie zit nu om die 2 nieuwe start-ups in de betonvloer en het onderhoudsbedrijf, om die een betere fundering te geven, om die uit te breiden, om het bedrijf beter te trekken. En de gedachte daar is dus om onze klanten, waar wij al jaren op basis van vertrouwen kunnen werken en op basis van een goede relatie, om die meer diensten te kunnen verlenen, om zo onze continuïteit van ons bedrijf te kunnen waarborgen.